Hoe zit dat met uw zenuwen, mama? Ça va? Ja? Ça va, ça va. Komt in orde? Ja. In constant sorrow, all through my day. And I've seen trouble all my day. And I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised. Oh, yes, the place where I was born. Hadden jullie dat nog nooit zo gehoord? Nee? My face you'll never see no more. But there is one promise. Yeah. That is given. I'll meet you on God's golden shore. Oh, yes, I'll meet you on. Vertel wie jij bent. Ja. Hallo, mijn naam is Sebastiaan. Ik ben 20 jaar oud. Dag Sebastiaan. Fantastisch. Sebastiaan, je hebt een echte doorleefde stem en je bent een jonge gast. Nee. Maar, en dat is zo'n ideale combinatie, die doorleeftijd. Ja. En dan staat er op het podium gewoon een frisse jonge gast. Een fantastische zanger die een rust heeft waar ik alleen maar super jaloers kan op zijn. En dan tegelijk een energie en een power is ongelooflijk. Ja, en dan die muziek, dat is natuurlijk waar ik van hou. Ik voel dan ook enorm dat uw power hoeft niet van iets te komen dat je effectief doet. Het komt enorm van binnenuit. En dat is echt een gave, vind ik. En is dit het genre waar je zo min of meer zou in willen doorgaan? Wel, het is eigenlijk een genre dat ik nooit gezongen heb. Nee? Dus nee. Ja, sorry. Ik zing vooral iets rustiger nummers, gelijk een Jacques Brel of zo, of een Frank Sinatra, van die dingen. Ja, maar ik vond dit wel echt de max en dat past ook wel volledig in mijn kamp. Nu, ja, hier gaat echt enorm gevochten worden om u. Of ik zal het anders zeggen, ik ga enorm vechten om u. Want ik zou u heel graag in mijn team willen. Dank je wel. Ja. Ik hoorde die eerste zin, ik dacht, oeh, de Soggy Bottom Boys. Ja. Komt uit Oh Brother, Where Art Thou? Waar dat George Clooney op pad gaat en speciaal bijna ingerekend wordt door de flikken om zijn haarvet te vinden. Om zijn kuif goed te leggen. Maar los daarvan, Sebastiaan, vond ik het echt een geweldige performance omdat je het je eigen gemaakt hebt. En je hebt nog nooit in een koor of niets gezongen daarvoor. Wel, nooit grootschalig. Ik speel ook in een ensemble, een jeugdorkest, ook nog maar 5 jaar. En dat is vooral muziceren dan, maar af en toe is het ook een project dat we bij zingen. En dan mag ik wel iets zingen, maar het is nooit voor echt super goede zalen. Maar je speelt dus ook een instrument? Ja, ik speel viool, piano, basgitaar. Alright, geweldig. Ook allemaal niet goed, hoor. Nee, ik vond het echt top. Cool. Dank u wel. Dag, Koen. Dat pakt in het, hè. Ik had wel momentjes dat ik dacht van, oh, duwt er niet op, duwt er niet op. Niemand zegt daar iets over, niemand heeft dat misschien zo ervaren. Want overwegend is het natuurlijk allemaal heel positief nieuws. Maar als ik dan al een klein beetje aan het coachen ben, dan denk ik, ah ja, daar kunnen we wel aan werken. Waar we zeker ook zouden kunnen aan werken, is gewoon op die stage staan. Ik denk dat je daar nog veel hulp kan in gebruiken. Kan ik zeker nog hulp in gebruiken. Ja. En ik denk dat ik daar een goede zou voor kunnen zijn om jou daarin te begeleiden. Maar daar ben ik ook wel heel goed in. Het is... Ja, maar nee. Allee. Het is super simpel. Sebastiaan, wij willen alle vier met u werken. Heel graag,
heel graag met u samenwerken. Spannend. Ja, spannend. Ja, voor ons wel. Ik vind je alle vier heel super, echt fantastische mensen en fantastische coaches. Maar als ik echt iemand moet kiezen, dan denk ik dat ik ga gaan voor... voor Bart. Ja, dat is het goed. Dat is niet goed. Gast, je mag me zo blij. Zeker als ik draaide dat er ook een doorleefde man ging staan. Ik schatte een vijftiger. Stond een piepjonge gast. Dat bestaat, hè. VTM. Je beleeft dit hier.